Fusion! Ha! Fusion! Ha! こたつテレビ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ナリです。ゴクです。シロです。Zoals jullie zien zijn we vandaag niet in de Kotatsu studio, maar in Radboud ziekenhuis. We zijn hier voor de demoontje, a.k.a. Goku. Goku is onze trouwe fan en hij stuurde ons een tijdje geleden een bericht. Nou, ik had het op YouTube ingetypt, gewoon letterlijk Japans leren. En toen kwamen hun twee bovenaan. En toen kwam ik bij een episode en dan kon je een gratis boek downloaden. En dat vond ik zo leuk. En toen dacht ik, ik stuur hem een dankjewel bericht. Hoe ben je eigenlijk bij Kotatsu terechtgekomen? Dus ik diepte gewoon in Japans leren. En toen stonden jullie zeg maar gelijk weer bovenaan. Ik ben tot nu toe tot aflevering 5 gekomen. Oh, je hebt niet eens alles gekeken. Wat is dit nou? Oh, sorry. Als ze bij mij nu gingen transplanteren, is de kans dat ik tijdens de operatie doodga of heel kort daarna. Niemand wil het doen omdat ze het te riskant vinden, weet je. Hoe komt het dat je zo positief bent? Ik heb denk ik te veel passie in Aria gekeken, weet je. Altijd blijven lachen. Wil je naar de Abunaikon? Ja, ben ik nu echt flink voor aan het sparen, man. Ja, ja, want wij staan ook bij Abunaikon. Okay. Dus regel wel wat voor je. En wie weet kom je wel in de aflevering. Ja, dat zou wel vet zijn. Hey, maar je hebt echt een hart van goud. Ik heb van platinum, dus ik sta nog één plekje bovenaan. Kotatsu Therapy. We lopen hier door het ziekenhuis. Shiro is cameraman, dus hij moet sjouwen. Zoek voor je. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, wat een graag. Man, we gebruiken twee camera's, hè. Hey, hoe gaat-ie? Vriend. Hey, hoe gaat-ie? Oh. Gaat-ie, hey. Jongen? Ja, goed met jou. Ja, goed man. Voor de mootje? Ja, het leek nog echt. Ja, de mootje, dat had je niet verwacht, hè? Nee, echt op zich niet. Check, we hebben een Kotatsu shirt voor je meegenomen. Ah. Oh, wat? Lijkt die ook wel. Die is echt vet, man. Oh, shit. Uit. Die hebben ons designer speciaal voor jou gemaakt. De derde Kotatsu member. Ja, toch? Yeah. Yeah! Kotatsu Therapy. Ik lig al vanaf 2 januari 2016 in het ziekenhuis omdat ik Thai slijmziekte heb. En toen zijn ze hele heftige medicijnen gaan starten, antibiotica. Toen werd ik heel misselijk, ging ik veel afvallen. En toen moest ik voor een screening naar Groningen. Of je wel geschikt bent voor een longtransplantatie. Ik was geschikt. Probleem, ik heb een bacterie. Die bacterie is nu te actief in mijn lichaam. En dat houdt in, als ze mij nu gaan opereren voor de longtransplantatie, dan kan ik tijdens de operatie overlijden of kort na de operatie. Ja, bijna. Ja, heel goed. Dat was zo'n serious shit. Dit vertelde hij mij dus een maand geleden en ik belde hem gelijk op. Uurlang zaten we aan de lijn en ik zat alleen maar te lachen. Heb je een rolstoel nodig of kan je staan? Wat is de situatie? Nou, ik kan een handstand. Alleen maar positiviteit van deze jongeman. En toen dachten wij, weet je wat, we moeten iets voor hem doen. En Shiro was toevallig in Japan. Ja, ik was in Japan en toen ging Nari mij gelijk appen. Hij zegt, hey, luister naar dit. Dus ik dacht, wow, echt zoveel positiviteit. Dus ik heb wat voor je gehaald, jongen. Oh, wat is er nog meer dan dit? Los van dat, krijg je nog meer. Wat? Yo, we zijn in Akihabara. We zijn hier met een missie vandaag. Namelijk voor Damon, a.k.a. Goku. We gaan wat leuks voor je meenemen. Ik zou zeggen, kijk me daar uit. Want ik ga echt hele leuke dingen voor je halen, man. Ja. Snapchat, wat gebeurt er als je deze winkel binnenloopt? Je komt met het idee om eentje te halen, misschien twee. En je gaat weg met... Allereerst, ik hoorde dat je Dragon Ball Z fan was. Ja, man. Dit is de eerste Dragon Ball Z. Oh, vet. Ah, allereerste. Oh, dat is wel vet, man. Mama, dat is niet alles. Ik hoorde dat je Gotenks fan was. Ja? Dus hier is de episode waar Gotenks voor het eerst komt. Ah, daar is die jongen. Ah, thanks, man. Hoe was die blote binnendans, jongen? Hoe spreekt ze naam uit? Chin-chan. Ah, oh, nee. Ja. Nog geen Chin-chan. Nee, dat ben ik toch niet waard. Maar we zijn nog niet klaar. Nee. Maar dat zijn we nog steeds niet. Wow. Ik hou van jullie. Dit is een ander cadeautje, ook in Akihabara. Weet je hoe vet, man? 300 yen. Oh, shit, we zitten nog op.
Ja, man. Hier. En ben je er een beetje blij mee? Ja, ontzettend, man. Nou, ik dacht, ik krijg alleen die, deze. Toen kwam die, die. En natuurlijk mijn favoriet, weet je. Gotenksu. Maar wat vind je eigenlijk zo leuk aan Japan? Japan is lid, de cultuur is lid. Vanwege Chin-chan. Chin-chan. En toen kwam ik al die shit tegen in Tokio en dat vond ik echt vet. Toen kwam ik Peter Aartsen, had ik ontmoet, deze opname. En die zei, ja, Japan is echt heel, heel veel respect hebben ze daar, weet je. Je kunt er goed eten. En zijn ook, ja, vooral respect hebben ze daar. Dat lijkt me gewoon echt vet. Oké, dan gaan we nu de Kotatsu Challenge doen. Woo! Kuma, Mao, Oni, Kane, Konnichiwa, Arigato, Gozaimasu, 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 Oni-san, Omei-san, Yame-chan, Oto-san, Neko, Doha, Entai. En wanneer ga je eigenlijk naar Japan? Mijn plan is om volgend jaar winter naar Japan te gaan, zodat ik in dezelfde conditie kan werken. Om mijn longinhoud omhoog te krijgen, zodat ik geen klaplong krijg. Nu kan je nog niet gaan? Nee, man. Maar over een jaar wel? Dat is wel de bedoeling. En dan ga je maar een voetje beklimmen? Ja, zeker, man. Met gemak. Met twee gebroken benen zelfs. Ga je naar Tokio of naar Osaka? Osaka. Nee. Waarom mag je alleen naar die twee kiezen? Ine. Wat wil je zo graag zien in Japan? Vrouwen. Wat vind je het leukste aan Kotatsu? De humor. Ja, je kan op een leuke, maar ook leerzame manier Japans leren, door Nari. Hoe zou je Shiro omschrijven? Nou, hij is grappig, hij heeft een goed hart, sympathiek. Dus dat mannetje die belt me om de uur op ongeveer. Ja. En ik maar dan hangt hij op voor zijn vriendin, hè? Hij kent die film niet, hè? Broos over hoos. Hoe zou je Nari omschrijven dan? Cool, echt vet man, grappig, gespierd, nieuwe Mr. Universe op komst. Maar homie, ja, hij ook hoor, hij ook. En wat vond je ervan dat we langs zijn geweest? Vet. Echt vet. Ik had het niet verwacht. Ja, wat vind je van je cadeautjes? Ja, echt vet man. Vooral deze. Gotenksu. Oh, 200 yen. Kotatsu Derby. Oh. Nou, stel dat dit is iemand jou met een zwaard slaat of er gebeurt een klein ongelukje. Dan gaan ze vaak vragen aan jou van, hey, gaat het wel goed met je? En hoe zou je dat antwoorden als het goed met je gaat? Daijoubu da yo. Ja, dan zeggen ze daijoubu da yo. Maar stel dat het niet goed met je gaat, dan ga je zeggen daijoubu janai. Het gaat niet goed met mij. Hidoi. Alleen zou dat normaal gesproken dus wat harder zeggen van hidoi. Van oh, je bent echt gemeen, want dat is echt niet leuk. Dus woord daarvoor is hidoi. Teme. Stel dat iets echt vets of goeds is gebeurd, dan zeg je in Japans. Je moet komen zeggen. Saiko. Saiko. Dus wanneer iets vets gebeurt, zeg je psycho. Stel dat je nou een afspraak hebt gemaakt en alles staat vast. En dus geen zegt, oké, om 8 uur zie ik je, ja? Dan zou je dus moeten zeggen... Yokai. Ja, yokai des betekent, ik heb het begrepen. Stel dat je hebt afgesproken met iemand en je zegt dus, oké, om 8 uur ga ik met je afspreken. Of om 8 uur ga ik je zien. Dan zeg je... Sorry, ik hou van je. Yokai des. Yokai des. Yokai des. Betekent echt militaire manier van wakarimashita, oftewel, ik heb het begrepen. Stel dat er iets gebeurt dat je echt niet cool vindt, dan zou je kunnen zeggen... Yada. 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 Nee, ik heb nog nooit zoveel genoten nu dat jullie hier zijn. Vind ik echt vet. Dit was weer de Demon editie. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik heb doodgezweten en dat zie je misschien nog steeds. Deze man laat ons in het rondlopen en rennen en sprinten. Maar het was echt gezellig. Ja. Matarashi. Kotatsu Derby.